Onze volgende gast is een populaire tv-presentator, acteur, comediant. Nou ja, hij is een van de drukste mannen van Nederland. Dus kon hij helaas niet bij ons in de studio zijn. Nou, dat houdt mij niet tegen. Want als Mozes niet naar de berg komt, komt de berg wel naar Mozes. Hai, hai, hai. Linda. Ja. Lieve oh, God, hallo. Nou, wat een verrassing. Wat leuk dat je er bent. Ja, wat een mooie scooter. Wat een sfeer. Oh. Ik zou het belangrijkste vergeten. Wat dan? Mijn filmblikje. Sorry dat ik even inbreek. Nieuwe seizoen, maar ik heb een kleine verrassing voor jullie collega. Voor Jeroen? Ja, voor Jeroen. Ik kom er even bij. Ja. Leuk panel heb je trouwens. Ja, leuk hè? We gaan ook winnen, dat weet ik wel. Goed voor elkaar, zeg. Ik ben blij dat het niet voor mij is. Hoe gaat het? Ja, ik ben weer bijgekomen een beetje. Wat ja. Ben jij druk, man. Ja, druk, 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 druk. Ja. Geen tijd om naar de studio te komen? Zeker niet, nee. En dan weet je, als jij geen tijd hebt, komt de bouwer zelf langs. Kijk, ik dacht al, ik zie iets in mijn achteruitkijkspiegel. Dat was jij op je scooter. Ja. Nou, ik moet je eerlijk toegeven, ik denk dat u dat misschien thuis en hier op de tribune misschien ook al even gaat de afgelopen maanden, dat u heel erg veel zien. Ja, dat klopt inderdaad. Ik kom jou op plekken tegen waarvan ik denk van nou, Jeroen. Op het toilet, ja inderdaad. Er zijn een paar momenten waar we elkaar tegenkwamen waar ik dacht nou, misschien is dit niet zo'n slim moment. Ik heb hier een hele mooie band. Ja. Ik denk dat iedereen best benieuwd is om te kijken, of niet? Ja. Bertus, wil je hem even draaien? Dat het nog zo ouderwets. Ga met zo'n band even. Ja, wat dacht jij dan? Nou, je moet maar eens kijken. Ja, ik ga zeker kijken, ja. De nieuwe reclamecampagne van onze eigen bananensplitverzekering heeft heel wat voeten in de aarde. Je hebt duizenden flyers nodig en de posters moeten overal duidelijk zichtbaar aangeplakt worden. Maar je doet het graag, want het bekende tv-hoofd Jeroen van Koningsbrugge is ook het gezicht van de campagne. Alleen hadden we hem zelf niet even moeten inlichten? Hoi. Jeroen wordt opgehaald door de taxi. In dit geval door Taxi Jan. Een begrip in Omroepland. Bijna wekelijks pikt hij Jeroen op en brengt hem naar Studio Baren voor Ik hou van Holland. Maar vandaag ook voor Bananensplit. Want Jan zit bij ons in het complot. We slaan de laatste hand aan onze campagne en maar afwachten of Jeroen iets zal zien. Nou, is het even rustig, Jeroen? Nu is het even rustig, ja. Maar je hoeft in het theater niet meer in ieder geval. Wat sowieso niet. Als dat doorgaat, dan is dat nog maart 2010. Theater. Oh, dat duurt nog even. Voor die tijd alleen maar tv-dingetjes. Lekker, leuk, leuk, leuk. Ik ga met Katja Tussen de Oren doen, het programma bij Net 5. Dat wordt wel leuk, denk ik. Maar is dat een soort talkshow? Ja, een soort quiz. Maar dan over wetenschap. Ja, zet hem er maar voor. Perfect getimed komt onze bus voor Jeroen. Maar er is nog een kans. En Jeroen, dit is nog maar het begin. Kaal? Ik heb geen zorgen aan mijn hoofd. Wat is dat nou? Doe jij reclames? Nee, geen idee. Ik ga er nu een foto van maken. Ja. Laat me even de deur draaien. Wil ik wel even weten wat dit in godsnaam is. Maak het even vlug. Kijk hem. Kaal, wat is dit nou? Stad. Hé, dat zei ik het ook. Een stadbus door Amsterdam. Nee, ja. Ik ga meteen even mijn agent bellen. Wat is dit nou weer? Dat heb ik weer. Het gaat echt wel heel ver. Andrea, met Jeroen. Ik zit nu in de taxi naar Ik hou van Holland en we rijden achter een stadsbus en er staat heel grote posters opgeplakt met mijn hoofd. Staat boven kaal, geen zorg aan mijn kop, Jeroen van Koningsbrugge. Ik ben heel benieuwd waar dit vandaan komt. Dus kun jij dit even uitzoeken. Hoi. Ja. Had je daar een lijn of had je een voicemail? Voicemail, sorry. Vind je de geld mee of zo dan? Nee, ik weet het niet. Ik doe helemaal geen reclame, zeker geen missen. En dat soort dingen doe ik helemaal niet. Ik kan er niet zomaar iemand gebruiken. Man. Je kan toch niet jouw hoofd gebruiken voor iets wat je zelf niet weet? Nee. Nou, wel grappig. Ja. Heel weird. Komt er dan weer even bij of zo? Oké. Ik ga wel even reclame. Je hebt toch toestemming? Nee, of niet? Mag helemaal niet.
toestemming vraagt, maar... Dan word je nog als bekende Nederlander, Jeroen, ja. In Amsterdam. Ja, liefie, ik zit met Jan in de taxi. En we rijden een stadsbus voor. We hebben twee grote posters achter mijn hoofd. Kaal, vraagteken. Geen zorg aan mijn kop. Jeroen van Koningsbrug met de telefoon in mijn mond. Ik heb meteen een foto gemaakt, Andrea gestuurd en gebeld. Hè? Ja, kaalheid. Ja, misschien heeft het wel met te maken. Kaal. Ja, precies. Zoe. Nou ja, ik zie wel wat ik zie wat er aan de hand. Ik merk het wel. Oké, tot zo. Doei. Hilarisch. Wie hebben we vandaag als gasten, weet jij dat? Nou, hier weer, hè? Rijdt nu een busje. Weer, dit is er weer een. Hier. Hè? Sta ik weer op. Dat is ook een. Zie je dat? Die kleur. Ja. Nee, zie je het nummer? 900, 400. 5, 6, 5, 6, 7. Bel het eens als je wilt. Ik ga benieuwd waar je naartoe gaat. Welkom bij FBBS Verzekeringen voor de man van nu. Maak nu gebruik van onze speciale actie, het Jeroen van Koningsbrugge pakket. Een zorgvuldig geselecteerde ziektekostenverzekering voor de man op leeftijd. Een moment geduld alstublieft. U wordt doorverbonden met een van onze medewerkers. Goedemiddag, waarmee kan ik u van dienst zijn? Ja, goedemiddag. Met Sjaak Lebroek. Hallo. Ik zag de advertentie, ik was benieuwd. Oké, dat is een pakket voor de mannen in Nederland. Het gaat vooral over mannelijke problemen, maar ook problemen in het algemeen. U kunt daarvan een pakket bestellen als u wil. Nou, dat zou ik heel graag willen. Uw naam, wilt u die nog even herhalen? Ja hoor, Sjaak van de Broek. Sjaak van de Broek. De Broek? Ja. Ik ga het gewoon even naar u toesturen. Nou, dank u wel. Oké, heb ik tot slot nog een vraag voor u? U bent een echte man. Ik ben een echte man. Nou, dat mag ik altijd even vragen aan het slot, want dan hoort u thuis bij FBBS Verzekeringen. In principe, nou ja, precies, dank u wel. Ja. Is het wel, bent u wel echt een man aan het einde met dat nog gevraagd? FBBS, Frans Bauer. Bananensplit. FBBF. Zou best kunnen, dat. Bananensplit. Ja, die is ook aan het maken weer, hè? Ja. En wanneer gaan ze daar op de buis? Dat weet ik niet. Hier is hier. Helemaal winderig, hè? Aanbij. Hoe weten ze dat ik een glas van aanbij heb? Dat vind ik toch knapper, toch? Ik heb last van aanbij. Dat kussentje, daarom zit ik op dat kussentje. Ja. Flip over. Hey. Flip over. Gek. Fans, penis. Dat is niet, hè? Komt eraan, jongens. Komt eraan. Ah, leuk. Flyers, zelfs. Hey, Jeroen. Kijk nou, joh. Frans Bauer bananensplit. Kijk eens. Kijk eens. Wie zit erin, jongen? Ik heb even snel een aantal dingen voor je meegenomen. Ik zie het, ja. Wat ik heel leuk vind, is dat je de eerste bent dit hele seizoen die de code van bananensplit heeft gekraakt. FBBS, Frans Bauer bananensplit. Al die slachtoffers voor jou hebben dit niet doorgehad. Behalve jij, dus een klein applausje, jongens. Ja. Ik heb hier de officiële brochure van Sjaak van den Broek. Wie is dat eigenlijk? Dat ben ik, Sjaak van den Broek. Ik heb hier een hele mooie poster als aandenken. Ik ben heel benieuwd welke het is. Welke verwacht je? Ik denk uiteindelijk de aanbijen. Fout, want die heb je niet. Erectieprobleem waarschijnlijk. Heb je die wel? Die heb ik wel. Daarom zijn die hokjes zo hoog hier. Ik weet het zelf ook niet, maar volgens mij... Het moment suprême, even kijken. Kaal, oh wat netjes. Nou, kijk eens even, dat is toch bananensplit waardig, hè? Ja, ja, ja. Jeroen? Dat is nog niet alles, want bij deze de officiële bananensplit trofee. Je hebt hem verdiend, hij is voor jou, alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Okay. Hey, bedankt, hè. Kijk. Kan je er echt op rijden? Of ik er echt op kan rijden? Ja? Tuurlijk, schat. Oh. Oh.
oei, oei, oei. Oh jee. Er stond die cameraman achter, ja.